scram. Call the target. Hardpoint is getting overrun. Need reinforcements. Nice explosives to hardpoint. Jongens, Jaraski hier en welkom bij natuurlijk weer een nieuwe video hier op mijn kanaal Ras Game. Vandaag ga ik jullie de Waffe 28 submachine gun laten zien. Oftewel, een submachine gun die pas later aan de beta is toegevoegd, doordat natuurlijk de levels omhoog waren gegaan naar 25. En wat dit voor wapen is, het is een wapen met heel erg veel recoil, maar wel met een hele hoge fire rate, namelijk 10 van de 10. Dus gewoon het maximale fire rate wat je kan. Het is daardoor wel een heel erg moeilijk wapen om te gebruiken, want je hebt er 32 kogels in zitten. En die kogels gaan dus heel erg snel uit. Er staan er een paar mensen voor je, dan kan je ze ten eerste wel heel snel killen. Maar ten tweede, als je iets misschiet, dan moet je reloaden en dan ga je natuurlijk gewoon dood. Zo makkelijk is het. Dus we gaan ons best doen met dit wapen. Wat ik erop heb staan is de quickdraw om toch even wat sneller in te zoomen. En de lens sight om een betere scope erop te hebben staan voor als we nog wel moeten inzoomen. Want het meeste korte afstanden moet je gewoon hipfire te gaan doen. Dan hebben wij de airborne divisie waardoor we natuurlijk sneller kunnen rennen, sneller kunnen klimmen en van alles en nog wat. We hebben de hustle aanstaan om sneller te kunnen reloaden. En de N1911 als pistooltje om natuurlijk, mocht het mogelijk zijn, er nog eens mee te schieten. Maar die gebruik ik niet echt heel erg vaak. Dus we gaan ons best doen. Hardpoint potje op Point Duhok. Oppas voor de shotguns, want die zijn gewoon echt, naar mijn mening, veel te sterk nog in deze game. Dus ik hoop dat ze dat nog wel gaan tweaken. Maar ja, daar is het beter voor natuurlijk. Om te kunnen kijken welke wapens te sterk zijn, welke wapens te slap zijn. En ik hoop op een goede score. Zo makkelijk is het. We hebben ook nog eens de Molotov cocktail aanstaan die we kunnen gaan gooien. We hebben nog eens de UAV aanstaan natuurlijk, zodat we weten waar de enemies zijn. En we hebben de fighter pipe aanstaan die over de map komt vliegen. Om natuurlijk ook wat kills op te pakken. Dus ik ga jullie het potje zien. Ramp de like op als je het leuk vindt. En tot en met in de game. Hier gaan we dan, jongens, in ons hardpoint potje op Point Duhok. Het is zo dat we al 22 puntjes achter staan. Nou ja, 22 puntjes is niet de ergste achterstand natuurlijk. Dus we gaan nog proberen. Oh my god. Oh my god, ik moet hier weg. Dus we gaan nog proberen natuurlijk om dit potje te winnen. Dus ja, ik ga gewoon mijn best doen. Zo makkelijk is het. Ik kan er ook niks anders van maken. We hebben natuurlijk de Molotov prachtig aanstaan. Dus die ga ik ook goed gebruiken. Als ik ga hem proberen goed te gebruiken. Die Molotov is zo leuk. Ik zweer het je. Ik denk dat dat wel een van de leukste scores die schoon is om random te gebruiken. Je krijgt er niet altijd echt super veel kills mee of zo. Maar als er een enemy op je afkomt en je gooit hem gewoon recht op zijn bak, om het maar zo te noemen, dan is hij ook gewoon daadwerkelijk in één keer dood. Dus dat vind ik echt super leuk. Om op die manier de Molotov te gebruiken. En ja, raakgooien is er niet heel, heel erg lastig mee ook nog eens. Dus meestal krijg je de kill er wel mee, om het maar zo te noemen. Ah, via twee kanten, jullie pussies, man. En de comeback is ook alweer begonnen, want mijn teammates zitten op de hardpoint. Die zijn de puntjes aan het pakken hier, ho. En ik hoef dus eigenlijk helemaal niks te doen om de comeback te maken, want mijn teammates doen het gewoon voor me. En wat wil je nog meer natuurlijk? Ze moeten hier ergens vandaan komen. Ik had een kill. Ik ga omlopen, man. Ik weet niet waar ze naartoe gaan, maar ik ga omlopen, want ik ben bang namelijk. Daar was je. Ik zat je te zoeken, jongen. Ik zat hem te zoeken, want ik wist dat er nog iemand op zat. Maar ik wist niet precies waar die zat. Vandaar dat ik het heel even een beetje rustig aan deed. Puur gewoon omdat ik ook een beetje bang was. Als die raak, ga ik zo hard lachen. Nee, jammer. Niet in mijn rug komen, alsjeblieft. Wat een beast. Dat had hij nou net niet moeten doen, gewoon. Rieke pleetje erbij, want er zit hier nog volgens mij. Nee, ze komen in mijn rug. Je ziet wel dat het echt een super chill wapen is voor de korte afstanden, joh. Op korte afstanden kunnen die enemies eigenlijk gewoon niks tegen je doen, gewoon. En ja, daarvoor is het echt een super, super fijn wapen te gebruiken. Op lange afstanden is hij natuurlijk vele malen minder gewoon door de hele hoge recoil die hij heeft. Maar de korte afstanden kan hij zo goed schieten, jongen. Dat is niet normaal gewoon. Oké, fighter pilot gaan we weer. Oké, ik had hem nog. Oké, gelukkig. Hij had nog, zo, boertje, sorry. Hij had nog, hoe noem je dat? Spam protection. Dus vandaar dat ik hem nog niet aan het begin kon raken. Ik loop met mijn Molotov in mijn hand, daarom loop ik zo raar. En ik heb hem!
Het maakt me echt geen hol uit dat ik dood ben gegaan. Ik vind het gewoon leuk om te doen gewoon. Daar gaat het mij überhaupt om. Ik zweer het je, die Molotov is het beste ooit gewoon. Maar ze zijn me toch een partijtje sterk, jongen, op korte afstanden. Oh my god. Oké, ik ga heel veel omlopen, dit ga ik niet overleven. Even kijken of ik in hun rug kan komen, man. Die mensen hebben wel 3 kills, though. Oké, ik heb hem. Op twee. Ik moet je ook wel... Ik wou net zeggen, je kan er ook goed mee hipfiren, maar dat ging helemaal verkeerd gewoon. Je kan er goed mee hipfiren. Alleen... Ja, hij is nog wel een beetje onbetrouwbaar met hipfiren, zo te zien. Ik gooi ze gewoon hoor, ik heb totaal geen idee waar ik ze neergooi, maar... Oh, als ik die laatste nog had, jongen, was hij zo beast geweest. Maar ja, helaas. Helaas, pindakaas. De vierde was te veel. Ik vind het ook knap dat ik er 3 had overleefd, maar oké. Volgende keer moeten we ze alle 4 hebben. Vind ik. Zo word je alleen maar beter, als je zo denkt. Niet denken van, ah, ik had de 3, weet je, goed genoeg. Nee, hoppa, gewoon volgende keer. Gewoon volgende keer de 4. Klaar, zo makkelijk is het. Shotguns, jongen, die wil je niet tegenkomen, gewoon. 25-8 staan we, mooie score. Niemand komt daar vandaan. Dat is een payback voor de shotgun guy. Weet je, ik heb mijn molotov nog. Wacht eens even. Heb ik hem? Nee! Ik zag hem niet. Oh, ik zag hem niet. Sorry. Mijn fout. De nieuwe hardpoint is wel weer bekend. Hij verandert natuurlijk om de minuut van plek. Zij zit nu, zoals je ook kan zien, in het midden van de map. Ja, echt. Oh, man. Waarom moeten die shotguns zo sterk zijn, Call of Duty? Ik vind wel dat als er echt de game gaat uitkomen, die shotguns, die mogen echt wel gewoon wat slapper worden hoor. Want ze zijn me nu iets te sterk als ik heel eerlijk ben. Nee. Oh, wat een dead ook weer, jongen. Oh. Ik vind wel, met dit wapen, jongens, vind ik het wel moeilijker om zeg maar echt een goede score te halen. En de reden daarvoor is natuurlijk heel erg makkelijk. En de reden daarvoor is, om het toch maar uit te leggen, is puur gewoon, je kan 1 à 2 enemies met een ammo killen. Als je echt alles raak schiet. Nou, 3 is misschien ook nog wel mogelijk, maar dat is echt serieus heel erg moeilijk. En kijk, nu ben ik out of ammo. Dus, daardoor wordt het heel erg moeilijk om met dit wapen op een hoge streak te gaan. En natuurlijk, als je de hele tijd doodgaat, dan kan je ook minder snel de kills oppakken. Waardoor het dus moeilijker wordt om... heel veel kills te maken in één potje. Dus dit is een superleuk wapen om te gebruiken. Dat is sowieso. Maar het is wel echt een heel moeilijk wapen om te gebruiken. En dat moet je wel onthouden. Enemy holds the hard point. Zo, dus je zag het daar, jongen, hoe moeilijk het wapen is om te gebruiken. Zo. Jammer jongens, get fucking owned, ouwe. Zo, die guys zijn gerekt. Ja, ze zitten al in de bunker, hè, of niet? Komen ze aan. Let op, komen ze aan. Jammer jongen, vond ik je beter. Komen er nog meer. Ah, ik had er niet uit moeten rennen. Mijn fout. Ik heb wel een replay voor jullie jongens. Je kan ook heel makkelijk switchen tussen je scorestreaks, by the way. Dus als je zeg maar al je scorestreaks hebt, zoals ik nu heb. En je drukt heel makkelijk gewoon... Pels je naar boven of pels je naar onderin, dan kan je switchen tussen de scorestreaks die je allemaal hebt. En op die manier kan je dus een andere scorestreak inroepen dan waar het pijltje staat. Dus nu wil ik mijn feitenpijlen doen, druk een pijltje omhoog in. En dan kan ik ook daadwerkelijk mijn feitenpijlen doen, maar het is niet handig om te doen, dus ik doe het niet. Ze zitten allemaal in de schuur namelijk, dus vandaar. Dus ik bewaar hem lekker voor zometeen. Want ik heb er nu niks aan. Kutzooi! Poepmolotov! Dat ik pak ze hier gewoon even mee, maar dat ging niet goed. Ze hebben een spyplane. Bezig. Holy shit. Wat? Ik heb nog feitenpijn, dat kan nu wel. Oh man. Oh kut, nee, ik lig laatst hardpoint. Oh nee, er komen al de enemies om af. Ik ben al dood, ik hoor het al. En ik heb ook maar 1 kill, ja, ik ben gekilled. Ik kon er niks aan doen, man.
Ik zat midden in die scorestreak en opeens zie ik dat de hardpoint naast me komt. Ja, hey. Oh, die was van de enemies. Weet ik veel dat het ding van de enemies is. Ik dacht, teammate gaat beest weken, die haalt gewoon een glijdbom. Maar nog. Thanks teammate. Thanks teammate. Nee! Ah, wat een onzin! Wat een onzin! Wacht, samen. We staan achter, hè? Oké. Okay. De volgende hardpoint moeten we alvast naartoe. Ik heb zo'n vermoeden dat die. Ik weet niet waar die komt eigenlijk. Kut. Komt die in het midden? Nee. Oké, hij zit daar. Oké. Hardpoint in ally A. Deze hardpoint is een van de belangrijkste hardpoints nu, want er staat gelijk. Dat ze staan achter, dus nog erger. We moeten deze site houden, man. Hou hem de hardpoint, hou de hardpoint. Ik dek het via deze kant. Als jullie de andere kant maar kunnen dekken. Nee, ik ga ze helpen. We have fire superiority. In mijn rug. Ah, komen ze net via die kant. Wat een onzin, jongen. Ik sta heel de tijd daar aan die kant te kijken. En als ik wegkijk, dan komen ze daar, hè. Oké, lekker jongens, we hebben hem. Ik blijf nu wel gewoon naar deze kant kijken. Oké, direct. Ah, dat was jammer. Ik heb ze wel tegengehouden. We staan voor, hè. Oké, we staan voor. Nieuw hardpoint midden. Daar gaat dus een voorsprong weer. Ga erin jongens, je kan niet wachten nu. Lekker bezig teammate in onze rug. Spoop shotgun weer. Vieze Rick. Holy! Jongens, jongens, go naar de hardpoint toe! We gaan dit niet verliezen hoor. Fire in the hole. Enemy recon aircraft. Motherfucker. We need reinforcements. I know, ik probeer om te lopen. Dat is niet handig. Ja, yeah, hij wist het. Hij wist het. Oh, we staan weer achter. Ik weet niet waar de volgende hardpoint komt. Wacht, ik loop deze kant op. Als die. Ja, kut. Ze weten al waar die komt, we hebben verloren. De enemies wisten al waar de volgende hardpoint kwam en ik niet. Dus we gaan dit niet meer kunnen winnen, denk ik, man. Als ik wist waar die kwam, dan was het nog mogelijk geweest, maar ja. Pussies met die shotgun! Ah, man, ik stond weer in de hens. Ja, we hebben verloren. Alleen maar door die shotgun van ze, man. Maar je ziet het, dit wapen is heel erg fijn om te gebruiken. Maar je kan er gewoon echt maar 1 à 2 mensen mee killen met 1 ammo. Als je geluk hebt, kan je er 3 mee killen. Enemies hebben alleen maar gewonnen door die fucking lul met die shotgun. Deze guy dus. Dat ding is echt, dat ding is veel te sterk, jongen. Dat is niet normaal. Maar we zijn wel heel erg goed gegaan. 53, 23. Moet ik nog zeggen, is een goede score. Je ziet ook, het is ongeveer een kill death van 2. En dan zie je ook aan, je maakt 2 kills en dan ga je sowieso dood als er nog een derde aankomt. Dus op die manier is het ook gegaan. En die shotguns, ja, je kan er niks tegen doen. Dus ik hoop dat misschien het tweede beta weekend, misschien de shotguns wat minder sterk zijn gemaakt. Die incendiary, die vuurronden zijn sowieso echt veel te sterk gewoon eigenlijk. En ik hoop dat ze daar nog iets mee gaan tweaken. Want voor korte afstanden, helemaal dus op deze map, zijn die shotguns echt keihard in het voordeel. En er is niet veel dat je er tegen kan doen. Dus dat vind ik gewoon, dat vind ik zelf gewoon jammer. Want anders hadden we sowieso nog wel dit potje kunnen winnen, denk ik. Maar we hebben het goed gedaan, daar komt het op neer. Dus ik hoop dat jullie hebben genoten, jongens, van deze video. Als je hebt genoten, ram natuurlijk tussen elkaar, dat blijkt. Heel erg bedankt natuurlijk allemaal voor het kijken. Heel erg bedankt natuurlijk allemaal voor de support. Als we met jullie erbij waren. En hopelijk ook weer, zoals altijd, tot de volgende keer. Bye bye, mensen.